Ja, die supporters hebben niet opgelet. Ja, kijk, je zegt het, hè. Ik ben zelf ook voetbalsupporter. Dus ik snap ontzettend goed die emotie en die beleving die daarbij komt kijken, zeker. Maar dit is zo ontzettend stom en zo onverantwoord. Maar ik vind het vooral ook, ja, echt een mes in de rug van bijvoorbeeld dat zorgpersoneel. Daar denk ik dan aan. Die geven massaal aan, die tweede golf staat voor de deur. Nou, we sterker nog, we zitten er al middenin. We zijn helemaal nog niet bijgekomen van die eerste golf. Ze moeten weer, ze staan er weer. En dan vraag ik me af, ja, hoe kijken die naar zulke beelden? Nou, blijkbaar komt het niet aan. Blijkbaar is het toch ergens, je hoort dat dat zo is. Hè? Oh jee, de tweede golf komt eraan. Je hoort ook, fluisterend kun je in het stadion gaan zitten. Je hoort ook, de ziekenhuizen zijn nog net niet helemaal vol. Dus ja, je hoort toch verschillende dingen. Je hoort stukjes virus, je hoort van alles. Maar dat fluisteren in dat stadion, ja, ik weet niet, toen Rutte dat bedacht had, was ik volgens mij de eerste in het debat die opstond en zei van, joh, hoe zie je dat voor je, weet je wel? Ik vind dat toch een beetje wereldvreemd, om eerlijk te zijn. Dat gaat natuurlijk gewoon niet werken. Laten we even luisteren wat hij daarover zei. Want hij zei inderdaad, jongens, schreeuwen en joelen en zingen, dat is niet aan de orde. Ja, simpel. Als dat toch gaat gebeuren, dan gaat het weer dicht. Dus jongens, en neem maar van die grote toeters mee die je kan indrukken als er een doelpunt wordt gemaakt. En fluister hoera, maar niks meer. Fluister hoera, Lilian Marijnissen. Zeg je ook mee hiermee eigenlijk, het kabinet draagt mede verantwoordelijkheid voor wat er gisteravond is gebeurd in Tilburg? Nou, weet je, ik vind iedereen is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Natuurlijk. Mm. En als je daar zo asociaal in Tilburg tekeer gaat, natuurlijk is dat voor rekening van diegene die dat heeft gedaan. Maar wat ik wel vind, en dat reken ik het kabinet echt aan, is dat zij falen in heel veel basisdingen die maar niet op orde komen. Bijvoorbeeld dat testen. Dat bleek ook afgelopen week in het debat, hè. Zowel de jongen als Rutte. Ze hebben gewoon geen verhaal. De hele zomer hebben ze zich voor kunnen bereiden op die tweede golf. We hebben er ontzettend vaak samen over gesproken. En nu blijkt, we zijn er gewoon niet klaar voor. Ze zijn opnieuw overvallen. En ik denk dat dat niet alleen heel kwalijk is en heel gevaarlijk is, maar dat dat er ook voor zorgt dat de maatregelen die nu waarschijnlijk verstevigd zullen moeten gaan worden, dat heel veel mensen denken, ja, potverdorie, overheid, zorg er ook voor dat je je eigen zaakjes op orde hebt. Maar ik ben dan toch wel even benieuwd, want dan zeg je, die maatregelen moeten eigenlijk verstevigd worden. Als we jou horen en jij bevestigt dat, dan moet dat nu gebeuren. Ja, het en had toch eigenlijk al veel eerder. Het had al veel eerder moeten gebeuren. Waarom gebeurt het niet? Is dat te veel laten zien, we hebben het niet, we doen nog maar even net alsof we het wel op orde hebben? Ik vind dat het kabinet nu te traag handelt. Waarom? Nou, dat zeg ik op grond van wat de deskundigen zeggen. Die waarschuwen ons allemaal massaal. Waarom handelen ze te traag? Want zij kennen ook zijn cijfers. Ja, maar wat ik zie is dat wij continu proberen ook de mening van die deskundigen, ook het zogenaamde Red Team bijvoorbeeld, hebben we in de Tweede Kamer uitgenodigd, dat toch het kabinet zich daar weinig aan gelegen laat. Wie, het Red Team? Ja, dat is ook een groep van onafhankelijke experts, critici, die zeggen wij willen constructief meedenken. Maar we hebben wel kritiek op hoe het gaat. Er wordt heel weinig mee gedaan. En wat ik zelf zie is dat, kijk, het is uiteindelijk toch een liberaal kabinet wat er zit. Rutte leunt heel erg op eigen verantwoordelijkheid van mensen. En daarmee wil ik absoluut niet zeggen, begrijp me niet verkeerd, dat mensen niet ook volledig eigen verantwoordelijkheid hebben. Maar ik vind ook dat een overheid die er zo in faalt om ervoor te zorgen dat mensen gewoon getest kunnen worden, bijvoorbeeld, wat zelf door het kabinet als een van de pijlers van de aanpak van het coronavirus genoemd wordt, ja, dat dat nog steeds zomaar niet op orde komt, ja, dat draagt natuurlijk ook niet bij aan draagvlak voor verdere maatregelen. Ja. En vooral niet, denk ik, aan het vertrouwen wat mensen ook vooral moeten hebben in de overheid in zo'n enge tijd als in een tijd van een pandemie.